dinsdag in de beker. Dat betekent Fijs in het doel, achteraan Pinkste, Leleu, Evens, Kubik. Op het middenveld Champara, Imakboudou, Hussein en Sergeant. En Moussa en Goots in de spits. Wij staan daar geen Söderström, Moreira en Van Doren, alle drie geblesseerd. Carini bleef in de goal. Achteraan Touradji, Afolabi, Dragutinovic en Oussala voor het eerst in de basis en op de plaats van Van Doren. Ook Para en Meissen kwamen tussen Wallasiak en Wallem op het middenveld. De aanvallers zijn Aarst en Lukunku. Het commentaar bij het duel der Rood-Witte is van Wilfried Mostings. Dit is Mustafa Oussala, 20 jaar, voor het eerst aan de aftrap wegens de blessurelast bij Standaard en daardoor ook 15ers op de bank. Van de partij met de aftrap voor de bezoekers. In de rode trui tegen de rode broeken van Antwerpen die meteen overnemen via Hussein. Dragutinovic moet een corner toestaan. Johan Wallem. Wallasiak. De bal gaat erin. Het is 0-1 en we spelen net geen 11 minuten. Jonathan Wallasiak met zijn derde in deze competitie. De assist van Johan Wallem. En dan goed voor zijn man gekomen. En hij scoort en hij brengt Standaard in een partij die tot nu toe evenwichtig was op 0-1 voorsprong. Kajus Kubik met de vrije trap richting Moussa. Wallasiak, daar is Goots. En die bal nog afschermen, laat hij dan vallen. Maar dat doet hij ook te veel, Patrick Goots. Had hier gewoon moeten meteen die bal proberen uit te halen. Nog Para. Oussala en Wallem daar op links doet Standaard wat het wil. Door een rare organisatie bij Antwerp. En hier geen penalty, wel een vrije trap tegen. Oussala. Goed ingespeeld voor Meissen. Daar is Wallem alweer. Alle gevaarlijke acties vanaf de linkerkant bij Standaard. Uitglijden, daar is Lukunku. Een unieke kans laat de Franse Congolees hier liggen. En hij scoort zo makkelijk de jongste weken. Missen van Leleu, van Evers. En dan moet hij er gewoon maar een knal tegen geven. Hij krijgt de bal zowaar nog over de zijlijn. Wallem. Meissen. Loopt zomaar door het Antwerpse middenveld, dat onbestaande is. Lukunku in de vlucht, maar een paar meter naast. Nog een minuut of acht en Antwerpen heeft een vrije trap op zo'n kleine 25 meter van het doel. Daar komt Patrick Goots. Hij gaat ernaast. Antwerpen dat toch wat meer vaart in de wedstrijd probeert te brengen en het evenwicht probeert te herstellen. Standaard nog altijd de betere ploeg. Maar die zit daar een beetje vast tussen twee, drie Standaardspelers. Als hij door tot bij Moussa. Sergeant vertrekt aan de rechterkant, maar het gaat naar Goots. Die moet knallen en dat doet hij, maar wel voorlangs. Op slag van rust. Yatara en Nwo erin gekomen voor de falende rechterkant van Antwerp. Ze komen in de plaats van Champara en Kubik, waardoor even naar links opschuift. Wallem, geveld door Wallem. En Wallem geraakt. Kijk je nog maar eens naar deze wilde tackle van Wallem. Zo schop je dus iemand van het veld. En zelf niet eens bestraft. Goossens moet Wallem komen vervangen. Vrije trap met Harold Meissen. Aarst, Lukunku, Touradji, de mannen voorin. Daar komt Lukunku. Dat is handspel van Pinkste. Maar niet bestraft. Ik kan dat als onvrijwillig bestempelen. Maar ik denk dat Antwerpen hier wel zijn voordeel mee haalt. Dat
Tarras noemt ondertussen Torracci de bal af, daar is Schoots. Het zijn kansen die hij niet gauw laat liggen, al werd hij opnieuw afgevlacht voor buitenspel. De zoveelste kerel in deze partij. Maakt hij een van de doelpunten van het jaar of kanshebbers die dat dan ook zo in kunnen zijn. Moussala. Bosses. Oh, die bal wijkt nog af op Leleu en net over de kruising zo. Leleu die eerst al even wegleed. Bosses zijn eerste balcontact en bijna scoort hij. De Antwerp supporters voelen dat er wat in zit voor hun ploeg. Goed een uur gespeeld en Antwerp maakt druk. Yatara met de corner. Opnieuw te laag. Maar hij mag het overdoen. Appel voor handspel. Mensen raakten de bal wel degelijk met de borst, dacht ik. Patrick Goots begrijpt het niet. Hij moet van het veld van Henk Houwaard. Weinig kunnen forceren. Maar ja, het is een man die altijd goed is voor een doelpunt. En in zijn plaats komt Arthur Gomez. Bon. Yatara kan voorbrengen. Daar is Moussa. Al gaat een meter over de kruising. Antwerp drukt wel. Maar voorlopig geen echte goede kansen. Halfweg in de tweede helft. Bon. Kreeg die bal niet goed weg. Leu, te laat. Er is Valasiak opnieuw, maar hij wijkt veruit. En dan de tackle van Fijs en een corner alleen maar. Pirat zou daar kunnen profiteren. De hoek te scherp en Fijs er goed uit. Henk Houwaard nerveus, want zijn ploeg duwt wel. Maar voorlopig krijgt het geen openingen. Nu misschien voor Gomez. Gomez, de bal gaat er langs. De jonge Gambiaan, 18 jaar nog maar. Goeie lange bal van Pinksten. En dan Gomez achter de rug van Touranchi. De bal in de modder bijna blijven hangen, maar dan voorlangs. Nog 14 minuten. Yatara gaat een vrije trap nemen. Kort na die kans van Gomez. Meteen op doel. Nog eens de vrije trap van Yatara. En dan is het Touranchi die bal nog in corner zet. Arst, een van de twee standaardspitsen die we nauwelijks gezien hebben in deze partij, gaat eruit. In zijn plaats komt Sébastien Grégoire, voor van de Mouscron-speler. Bon. Lange bal voor Moussa. Krijgt de bal toch nog bij Hussein. Folabi tegen Gomez aan. En dan is Sergeant niet op de goede plek. Antwerp blijft wel aandringen. En dus daar komt er maar moeizaam uit. Of helemaal niet. Yatara brengt voor. Gomez evens. Evens nog. Met zijn mindere rechter kan hij de bal niet kadreren. Yatara kan doorgaan. Veel volk van Antwerp voorin. Moussa misschien de controle en de goal. Het is 1-1. En ze telt. En Antwerp heeft ervoor gevochten. En dus kan je ook zeggen dat het verdiend is. Minder dan 5 minuten van het einde. Moussa daar in duel. Nog even trekken van Touranchi. Maar Moussa laat zich niet afschrikken. En blaast die bal erin. Het is voor hem toch ook al zijn 5e. Lijkt wel op handspel van Moussa. Maar de scheidsrechter had het niet gezien. Ja, dat is toch een spel van Moussa. Dat is wel duidelijk. Knap van Yatara. Evens nu bedienen. Yatara doet het zelf. En dat is moeilijk voor Gomez. Al zet hij zich toch door. Gomez. De tackle nog. En dan Hussein. Die kan ook dribbelen. Gaat dan neer bij Dragutinovic. En krijgt de fout tegen. En geel voor vallen.
Einde van de partij. Na Anderlecht en Club Brugge laat ook de ploeg van het moment staan daar. Punten op de Bosuil. Al heeft Antwerpen wel hard voor moeten werken. En een beetje geluk gehad ook met die hensbalgoal van Moussa. Eindstand. Antwerpen staan daar 1-1.